Samenwerken, voor degene die weet wat samenwerken is de voorziening waarmee bevoegde gezagen met elkaar een samenwerking kunnen starten om aanvragen en verschillende processen met elkaar te kunnen doornemen en zorgen dat we tot een goed besluit kunnen komen. Dit geven we op twee manieren. We hebben een API, die kunnen de bevoegde gezagen gebruiken om in hun VTA-systemen verschillende services aan te roepen om te zorgen dat ze een samenwerking goed kunnen afronden. Maar we hebben zelf ook nog eens een samenwerkingsfunctionaliteit gebouwd. Een gebruikerstoepassing met een voorkant. En daarbinnen moet het natuurlijk ook mogelijk zijn om ketenpartners te kunnen zoeken en toe te voegen. Maar er was namelijk een vraag daar. De functionaliteit zoals die nu is, hoe nu ketenpartners worden toegevoegd, komt nog niet helemaal overeen met de gebruikerswensen. En dat is eigenlijk de hoofdvraag van de presentatie van vandaag, is van wat we nu als ontwerp willen laten zien, komt dat overeen met de gebruikerswensen die de bevoegde gezagen hebben. Nou, wat is nu de huidige situatie hoe het werkt? Kijk, binnen de samenwerkingsruimte heb je een scherm zoals dit. En dan kun je een ketenpartner uitnodigen. Hoe dat werkt is als volgt. Nu is het nog best wel omslachtig, is dat iemand moet zelf naar het centraal OEN raadpleegvoorziening. Dan kunnen ze een lijst vinden met alle bevoegde gezagen. Daar moeten ze volgens het OEN-nummer opzoeken. Die past bij het juiste bevoegde gezag. Dat nummer kunnen ze hier invoeren. Dan selecteren ze een optie vertrouwelijke toegang. Of ze mogen alleen leesrechten hebben. En dan kun je iemand toevoegen. Nou, dit werd nogal eens een omslachtig proces bevonden. En vroegen ze van, hey, kan dat niet simpeler? Want het verzoek is gewoon heel simpel. Wij willen eigenlijk gewoon ketenpartners op naam kunnen zoeken. Dus je tikt een naam in en dan krijg je een resultaat van, oh ja, die moet ik hebben. En die voeg je dan toe in de samenwerking. Daarbinnen zijn we alleen wel afhankelijk van een service. En die service wordt gebouwd door 2905. Nou, ik wist in het begin niet hoe die service zou werken. Dus in het begin waren we allemaal hoopvol. Het is lekker dynamisch. We gaan à la Google, we tikt een paar dingetjes in. Je tikt gemeente in of GUM en dan zie je alle gemeentelijsten al binnenkomen. Wat blijkt, het handelsregister van de KWK en hoe die zoekt, die handelt naar het zoeksysteem op een bepaalde manier af, dat we daar op een andere manier een ingeving aan moeten geven. Want de service bepaalt hoe en waar we zoeken. We kunnen wel bepaalde filters meegeven, maar om het beste te tonen van waar nou een beetje, nou, wil zeggen, het lastig wordt, wil ik het even tonen. Ik heb hier het handelsregister. Kijk, deze weg. Staat alles aangevinkt. Zijn we zo. We beginnen gewoon leeg. Ja, gemeente Amsterdam is op zich wel een goede om mee te beginnen. Het is een groot mag zou je zeggen. Maar wat gebeurt er als je gewoon op gemeente Amsterdam zoekt? Belangrijk om te vermelden is, je kan hier alles wat je intypt, daar zoekt hij op. Dus je kan niet op AMS of op kleine dingen zoeken. Nee, je moet op volledige termen zoeken binnen het handelsregister. Dus dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld Elasticsearch al simpelweg niet mogelijk is. Maar wat gebeurt er als je nou op gemeente Amsterdam zoekt? Dan win je dus 278 resultaten. Als wij dit in de gebruikstoepassing zouden laten zien. En de echte gemeente Amsterdam die je nodig hebt, zul je niet vinden in de eerste paar pagina's. Nou, zoals wel vaak gezegd wordt, als iets bij Google op de derde pagina staat, dan bestaat het eigenlijk gewoon niet. Neem niet weg dat we deze lijst wel kunnen verkleinen met bepaalde waardes die we meegeven. Dus stel je zou hoofdvestigingen selecteren. Dan kom je bijvoorbeeld nu, ze hebben het al verkleind, eerst kreeg je hier 7, nu 3. Maar je ziet dus bijvoorbeeld ook iets als gemeente Amsterdam, participatie Lutkemeer, de protestantse kerk Amsterdam. Maar daaronder staat stadhuis, en het heet heel gek stadhuis. Het heet niet eens gemeente Amsterdam, het heet gewoon stadhuis. Dit is degene die je moet hebben. Dit is ook het KWK-nummer dat daarbij hoort. En dat is eigenlijk wat we nodig hebben. Want met dat KWK maken we een koppeling naar het OEN-register. En dat is dan de instantie die we nodig hebben om uit te nodigen. Om uit te leggen, bijvoorbeeld heel veel organisaties. En we bijvoorbeeld de hoofdvestiging kan heel veel nevenvestigingen hebben. En om dat te laten tonen, wat heeft dat nou voor resultaat? Bijvoorbeeld, je zou zeggen, een concrete naam zou bijvoorbeeld zijn veiligheidsregio in woord. Utrecht. Nou, eens denken, oh, er zijn nog steeds 75 resultaten die je ziet. Gelukkig staat hier wel bovenaan meteen de hoofdvestiging. Maar vervolgens staat wel elke andere brandweerpost staat eronder. Wel allemaal met hetzelfde KVK die gekoppeld moet worden.
Maar dat zorgt dus voor een situatie waar we ontzettend veel resultaten krijgen in de zoekapplicatie. En je wil eigenlijk daar gewoon een eenduidig zoekresultaat hebben. Dat maakt het nogal een beetje lastig van, hey, we willen een ketenpartner situeren. Want de crux van het probleem is als volgt. Dit systeem zoekt in een gigantische hoop van alle voorzieningen. Dus bedrijven en bevoegde gezagen. Bevoegde gezagen zijn eigenlijk best wel veel algemene termen. Gemeente Amsterdam, Veiligheidsregio, Hoogheemraadschaps, Delftse landen. Volgens mij is dat er ook één. Als je daarop zoekt, dan is het gewoon bam, ezel resultaat. Want het is een hele unieke naam, die heet ook maar zo. Wat ook zou moeten kunnen is bijvoorbeeld als je een bedrijf zou zoeken. Dus laten we daar een kleintje doen, bijvoorbeeld Heijmans. Wat gebeurt er dan als je bij Heijmans zoekt? Krijg je 1154 resultaten. Nou, dit komt omdat er, en dit zijn alles, maar stel, we zouden alleen de hoofdvestigingen doen van Nijmans. Krijg je nog steeds 305 resultaten te zien. Je moet simpelweg toespitsen hier op de hele specifieke BV die je nodig hebt. Maar het verschil dus is, voor bevoegde gezagen hebben we heel algemene termen. Voor bedrijven heb je juist heel specifieke termen. En in de zoekfunctionaliteit botst dat met elkaar. Want voor de ketenpartners, in 90% van de gevallen is het gewoon heel simpel. Ik wil er gewoon een gemeente uit kunnen nodigen. Of een bepaalde veiligheidsregio zonder al die extra zoekresultaten op te krijgen. Nou, waar komt dat dan terug in het huidige ontwerp? Om dat toch een beetje die resultaten meteen in te dunnen. We hebben het volgende ontwerpvoorstel gemaakt. Je hebt hier... Kan Danilo dat doen of moet ik dat doen? Er staat nog people waiting are waiting in the lobby. Ik had ze al binnengelaten. Oké, okay, dankjewel. Waar is nou mijn ding? Oh, dat moet ik zo doen. Huppatee. Even weg. Nu, we hebben ook wel gewoon één zoekbalk. Maar als je zoals al ziet hier linksonder, dat is eigenlijk het belangrijkste vinkje dat we even zeggen. Dat we alleen zoeken op hoofdvestigingen. Bijvoorbeeld stel je voert. Zoals ik net liet zien, veiligheidsregio Utrecht in. Dan krijg je niet alle brandweerposten die 75 resultaten dienen te doen. Nee, dan krijg je echt alleen veiligheidsregio Utrecht. Maar dan nog, stel je zou hier zo zoeken. Oh. Hey. Stel je zou hier gemeente Amsterdam inzoeken. Met hoofdvestigingen. Toen ik het maakte waren er nog 7 resultaten. Maar dan staan er dus echt af en toe zulke resultaten tussen als... De Protestantse Kerk van Amsterdam, Onafhankelijke Baptistengemeente en Gemeente Amsterdam staat ertussen. Het is niet bepaald een eenduidig resultaat voor het uitnodigen van een ketenpartner, vooral op een bevoegd gezag. En daar hebben we zijn twijfels bij van, is dit echt wat de gebruikers, kunnen die hiermee werken? Of is dit iets van, nee, we moeten hier op... Ja? Ja? Ja. Mhm. Ik ga het ook nog even met de andere BLM'ers overleggen. Want dan zit het nu een beetje in de reden. En de BLM'ers zwaar in de BTH-keten zijn helaas van beneden het grote vieren. En daar is het afgekomen. Toen ik dacht, hey, waar zijn dan collega's vandaag? Ja. Als je gewoon op het zeeknaal bent, dan denk je ook trouwens gaande. Ik zou het hard was. Oversloten noemde je dat? Oversloten. Inderdaad. Als mensen ook gewoon op de karbal. Dan ga ik het even terugleggen. Ja, ja. Uit mijn belang als BLM-implementatie mag reageren. Wat ik zie gebeuren, is dat we op allerlei plekken een gezaggebruik moeten doen. Bijvoorbeeld een afwijking van het gezag. Op alle andere plekken gebruiken we daar een core database voor. En hier zie ik ineens de handelsprest gebruiken. En dat vind ik inconsistent. Want als gebruiker zou ik verwachten dat ik elke keer uit dezelfde database die bijvoorbeeld gezag zit te selecteren. Zou ik het heel gek vinden als ik op een andere plek in DSO een heel ander zoekresultaat krijg. Op datzelfde bijvoorbeeld gezag. Ja. Voor samenwerkingspartners is het gewoon iemand kunnen zoeken, terwijl bijvoorbeeld samen. Ja, daar ligt de keuze. Dit is een eenduidige manier om te zoeken. Maar we constateren dat dat
niet helemaal oplevert zodat de gebruiker het prettig zou vinden. Ergens in deze sheets staat een idee om een soort tweetrapsraket te gebruiken. Die is hier nog even als wild idee neergezet, maar ik heb nog niet heel goed besproken met Nico Pot, als architect. We hebben het wel eens een keer de revue laten passeren. Dit idee, wat hier staat, is ongeveer wat jouw opmerking is. Daar zijn we inmiddels ook achter. En dat dit misschien wel de oplossingsrichting zou kunnen zijn. Ik weet ook niet wat bij jou de mogelijkheden ervoor zijn. Maar de initiële de functionaliteit, zoals we die rechtstreeks vanuit de KFK-handel API kunnen aanbieden. Ja, daarvan hebben we het gevoel dat gaat er niet worden. Dus, dat is ook een inzichtpand natuurlijk als gezegd. Ja, ja. Je moet het ook eigenlijk misschien zien als een soort bok. En dat we allemaal groot in de basis van de box. Dan hele goede zoekresultaten krijgen. Dat is echt goed. Dat is het proces waar we nu in zitten. Ja. Inderdaad, wat jij zegt, het is wel is in die zin dan ook iets. 90% van de ketenpartners schat ik in. 90% zal overheid gestaan. Dus dat is een OEM. Dat denk ik voor iedereen zeker wel. Maar als je gewoon kijkt naar waar mensen nu samenwerken, dan is dat afhankelijk van de aanvraag. Dus de capaciteit van maar achter het pakket samenwerken met andere overheden, GDP, Veiligheidsregio, enzovoort. Je hebt hoofdlijn op de werkadviseurs, bakkenadviseurs. Niet in ieder geval, ja. Maar ik zou het misschien niet daar, dat zeg maar mijn belangrijkste partners zijn andere overheden of mensen die mandaat hebben om naast een andere overheid te werken. Dat ook zeg maar kunnen adviseren. Want jij adviseren, de veiligheid werkt die voor een gemeente, is iets ingehuurd, hè? Want dan zou je verwachten dat het dat via de gemeentetoegang werkt. Of werkt hij voor zichzelf, voor de instituut, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Maar ik zou het dus niet raar vinden wanneer er twee paden zouden zijn om ketenpartners te vinden. Hè? Dus wanneer je een best hebt om overheidspartners te zoeken, die ook een aansluiting hebben op die samenwerkingsruimte die je herkent, dat een ander statusje heeft. Hè? Dus dat ik bijvoorbeeld direct mensen aan die ik überhaupt verzoek kan sturen in deze. Maar ik wil ook niet doen dat er staat niet gaan. En dat je aan de andere kant kan selecteren op mensen die niet de overheid zijn. En dat kan je dan inderdaad uit het handelsregisterhaal dat is het in de gebruiksinteractie te proberen. Maar jouw logica, die snappen we voorkomen en die hebben we zelf ook zo'n villa. Ja, maar ik wil wel even één ding bij wil zeggen. We hebben met die core API wel een hoop spassies gehad. En een van de slepende issues die daar altijd was, is dat niet iedereen die een OEM zou moeten hebben om deze te gebruiken er eentje heeft. Ja. Heel veel gezegd is geweest om de mensen een OEM te krijgen. En dat met name over organen als vervoersregio's en andere samenwerkingsverband van overheden. Daar wel een gezag op hebben in de wet, hè? Niet de bestuurslaag zijn in Nederland. Wel, uiteindelijk zijn we nu zover dat die allemaal wel eens in die database zijn gezet. Hè? Dus mijn oplossing loopt rond, heeft gegeven dat soort mensen netjes in de core database komen. En als die daar niet in zitten, en dan zit je weer terug bij je handelsregister. Je hoopt dat ze een lespersoon hebben opgericht, zeg maar. En, dit is dus wel, zeg maar, is wel zeg maar, zo goed en zo volledig ja. Als jouw voorlijstje is. Maar dat voorlijstje, dat er dingen mee zijn, daar heb ik niet alleen jullie probleem mee, maar ook bij de goedlijst stellen, adviesvragen en zijn nog een aantal leuke functionaliteiten. Ik kijk van de core-database kun je sowieso wel. Ja, nee, we, nou, we weten het ook met samenwerken, want heel vaak moeten wij OEN-nummers ophalen om namen toe te voegen. En soms is het wel down, dan zie je alleen cijfertjes staan. Dus we zijn bekend met die perikelen. Maar we zijn het eens met het punt, bijvoorbeeld, wij gingen op zoek op het handelsregister. Mogelijk heeft dat er ook mee te maken gehad, omdat die core wat weet van handelsregister is er. Maar met het bouwen van het ontwerp en kijken in het zoeken kwam van, ja, er zat wat frictie met van hoe het zou werken voor de eindgebruiker. Vooral omdat die lijst gewoon simpel is. Van hier is de lijst bevoegde zaken, daar is het OEN. Dat is gewoon een 1-op-1 mapping en die wordt overal ergens anders ook gebruikt. Maar de afhankelijkheid met bedrijven hebben we toch geprobeerd van, we kunnen ook KVK ophalen, dat koppelen met de OEN's. En we dachten van, dat kan een mooie elegante oplossing zijn. Maar wat KVK ons biedt, maakt het niet meer elegant. Laten we het daar op houden op dit moment. Zoals je zelf zegt, de VTH-keten BLM is er niet. Want we gaan sowieso dit nog een keer organiseren om die erbij te vragen en hun voorleggen van wat is nou precies wel heel die gebruikerswens goed invullen met gebruikers ook daadwerkelijk vanuit de gemeentes.
Roche is ook bovenkomen drijven in de pilswesten, zeg maar. Hij zit in de kol. Ja, ik ben er wel. Ja, kijk. Ja. Wat ik wel afvraag, als je kijkt naar de gebruikte OEM-nummer, als daar een private organisatie tussen zitten en ze voeren publieke taken uit, kunnen ze wel een OEM-nummer aanvragen. Dus op het moment dat jij zeg maar in jouw regio met een ketenpartner wilt en die blijkt niet aangemeld te zijn, dan kun je altijd nog verzoek doen, zorg even dat je aanmeldt ervoor. Dan ga je een bepaald traject door. Als jij een gemeenschappelijke regeling, dus een overheidsachtige, kan dat. Maar als jij een unielever bent, kun je niet een OEM krijgen. Ja, oké, okay, maar dan ben je ook geen ketenpartner met publieke taak, hè? Nee. Dit gaan we samenwerken met ketenpartners. Een veiligheidsregio, een GGD, een vervoersregio, al dat soort mensen kunnen een OEM aanvragen. Ja. In ieder geval, tot het onderwerp dat... Wie zijn die ketenpartners die hebben? Dus de samenwerking is in productie, dus niet ja. Er is nu nog een digitalisatie, dus als je het beheer moet kijken, van wie zijn die ketenpartners in die 750 samenwerkingen die zijn nu uitgenodigd. Yes. Ik heb ook een beetje kunnen denken, maar het zal ongetwijfeld onderstrepen door je regels. Ja. Dat is wel een dingetje dat in die voordaan geweest. We hebben dat eerder op het examens voor gemeenten dat opgelost. Namelijk dat we niet altijd een KVK-nummer zoeken. Voor de echte overheden hebben we dat van aangevuld. Dus de 15 die kwam dat voor. Dus dat is dan wel weer het aardige van logisch je mailt een lijstje en dan voer zijn ze. Deze procedures. Maar het geeft bijvoorbeeld ook nog wel bij RVO en Rijkswaterstaat. Partijen waarvan ik dan denk dat zouden best logische partners kunnen zijn, dat daar geen KVK aan werkt. Die zijn voor gezagsdienst moeten, hè? Sorry, maar iedereen die dat rol heeft. Alleen, jongens, dit stukje wetgeving heb ik geschreven, ik wil het niet willen doen, maar als jij een gezagrol hebt op grond van het begrepenbesluit, als adviseur bent op grond van het begrepenbesluit, dan moet jij die als ketenpartners te selecteren zijn. No questions asked. Ja, oké, maar staan wel, zijn dan OEM's, staan dan klopt, maar ze hebben geen KVK. Dus die zouden niet opdagen volgens dit systeem als we dat zouden gebruiken. Het is gemonteerd door de minister. Dus de minister staat voor jeugd in het handelsregister, maar die was geen rechtspersoon. Rijkswaterstaat staat er dan op agentschap. Ik weet niet, daar heb ik niet gereden, maar ik ook al als agentschap. Misschien kun je even de chat laten opzetten. Dank je wel. Kijk, zoals ik zeg, dit is ook iets als je de mensen tegenkomt die niet in die agenda geweest in KVK nummer, dat is gewoon wel gaan kijken of dat aanvullen. Je moet niet gaan wachten op bij dit soort partners dat het in niks gaat. Zeg maar. Het is push heel de regelingen die zijn altijd een beetje vager. Die samenwerkingsvormen die gemeentes nog eens een keer hebben. Waar hebben we tubbels mee? Soms. Maar in ieder geval, om het even het verhaaltje rond te krijgen, oog op de tijd, is het zoiets van, we gaan dit teruggeven aan de mensen, de gebruikers. We gaan die nog proberen te zoeken zoals Nico aangeeft. Met ook de mensen van de andere keten die er nu niet bezig zijn met lekker aan het feesten zijn. Maar ja, wij bij ons voelen het vreemd, dus daarom wou we dit even teruggeven. Van volgens mij is dit niet, voldoet dit niet aan de gebruikerswens die voorgesteld was. Dus dan moeten we weer even om de tafel gaan zitten en kijken hoe we hiermee omgaan. Dus bij deze. En daarvan ook consequenties. De boodschap is dat we dan dit even niet meer gaan realiseren. We waren net klaar. Ja, dus. Ja, gelukkig hebben we nog wel iets anders opgelost. Heb ik nog te spreken? Althans, we zijn mee bezig. Zullen we iets aan functionaliteit? Nee, ik vond het wel. Het was de goede nieuws.
vraag van Martin. Hebben wij natuurlijk in beeld, want dan is er één punt waarvoor we nu aan zag denken, oh, die core API was van hand geweest, hè? Hebben wij een overzicht als stelsel en die heeft dat, hoe je de bevoegd gezag wil bevraagd. En vraag elke keer inderdaad zelfs een core API voor gebruik. Want dit is nu één consistentie die we voor jullie uithalen, hè? Maar dat doet mij wel de vraag of we hebben dat aan beeld ergens. Voor de architectuur vragen, staat zelfs op 4, klaar. Ja, dat is je vraag precies, wie de core API werkt. Ja. Wij hebben hier mensen die vanuit een bevoegd gezag van adviseurs vanuit een overheidsrol iets moeten. Ja. En dat is mijn eerste vraag, hoor, waarom vraag je die core API niet? Maar dan denk ik, we hebben hier dus een hardweer wat anders bedacht. Hè? Mm-hmm. Dit stelsel is best groot en veelomvattend. Dus ik kan niet overzien of er nog andere plekken zijn waar we misschien niet de core API vragen en dat wel logisch zou zijn. Of waar we dat misschien niet. Ja, de vraag is de core API nog de voldoende informatie geven. Ja. Dus dat hebben we niet veel in. Nee, dat weet ik. Maar. Ik heb ook nooit een notitie willen doen. Ik doe dit werk sinds 2017. Ik heb nooit een notitie langs zien komen waarin wij met z'n allen hebben nagedacht over: oké, ik heb bepaalde rollen, hè, bijvoorbeeld gezag, adviseur, dat zijn allemaal overheden, daar heb ik deze database bezig van. En waarom gevaarlijk krijg ik die wel in mijn gebruik, niet en waarom? Heb ik daar een coherent verhaal over? Of dat gewoon, dat is een ondoenbaar was? Nou, dat is veel meer groot tussen. Ja, maar mijn vraag, ik kijk even naar links, want ik denk dat het misschien wel goed om. Nou ja, dus we moeten meer tijd hebben, maar we moeten even gaan kijken. Ten eerste, wat voor zover op het dit soort dingen aan te komen, dat lijkt me weer stevig. Juist op die core vraag, moet je een beetje met logisch gaan deployen of een nieuwe release moet voor. Mm-hmm. Of gaan jullie er ook last op hebben? Eigenlijk het enige wat wij doen, is we hebben de bestuurlijke grens API en ik heb hier checken even. Nee, dus het zit er bij het HP. Ja, daar zou ik even. Kunnen we aangaan of daar misschien vanuit de structuur of zijn iets anders? Ik denk er een beetje mee te maken dat die core API natuurlijk de afgelopen jaren wel ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Toen in 2017 bestond die volgens mij nog niet eens. Ik denk ook iets anders dan toen was bedacht. Ja, en eigenlijk zijn wij de hoofdgebruiker geworden. Voor zover ik weet gebruik nu alle RDS-teams die werken de core API. En dat deed dat ook tot voor kort. Ik heb verwacht dat het nu niet meer maar. Ja, mijn hele punt is dat het misschien zinvol is om als architectuur die niet uit de opgeleven heeft, dat alsnog gewoon te gaan doen en dat we daar ook een architectuur technisch logisch verhaal bij hebben. Waar dat ding dan gebruikt wordt en dus waarop. Een stukje essentiële infrastructuur. Ja. Maar dan helpt het ook wanneer het inderdaad, wanneer je bij de core-klant bent, dat je ook tegen de core-klant zegt, luister, dus op deze plek in mijn systeem. Gebruik ik jou en daarom is dit belangrijk, snap je? Nee, maar dat weet het wel. Ik heb nog net alles nog, want dan we hadden een paar jaar geleden nog een core API die heel plat gezegd ergens op een laptopje van de medewerker ja. Daar kun je heel moeilijk SLA's over afspreken, maar dat verandert natuurlijk nog indringend. Lijkt het ook nog een kijken, oké, wat is de status van de core API? Kan ik die zodanig bevragen dat ik kan doen op dat een basisregistratie? Nou, dat is het niet. Dus dat soort afwegingen die moet ik daarin nog mee. Dat ben ik wel met je eens, maar kan ik jou aankijken om dit te pakken? Moet ik dat dan nog indienen als demand? Kunnen wij dan nu zeggen dat het handig is dat dat gaat doen? Ik vind niet dat die man te dienen, dat is, zoals ik het is primair is het in eerste instantie een architectuur. Oké, dat kan anders. Dat is, we moeten eigenlijk één duidelijk kunnen bepalen of een organisatie overheid is of niet. Dat vind ik functioneel een heel belangrijk. Kun je dat als nee, dat kan ga je ook niet krijgen. Dat is de essentie wat enorm gebruikt binnen de overheid, dat er niet één register is. En ik zou verwachten dat ik hoop dat zo zijn of gaat worden, of het handelsregister, waarin ik bijvoorbeeld een parameter heb die gewoon zegt. Dit is overheid, dit is geen overheid. Dat is een heel belangrijk, functioneel gezien een heel belangrijk. We hebben het nu al een issue met. Okay, wij hadden in de core ook gedacht voor die uitvoeringsorganisaties. Die krijgen een code GU mee. Hè. Dan kunnen wij zien dat eigenlijk dat het gemonteerde organisaties zijn vanuit de overheid. Maar koop, en natuurlijk niet de robo-koop, maar de partijen die bijvoorbeeld die codes hard schrijven. Die zeggen van wij kunnen onmogelijk weten. Welke partijen door welke opleiding zitten? Registratie. Ja, voor overheidsorganisaties zijn die gegevens wel. Er zijn allerlei lijstjes. Wat noem jij een overheidsorganisatie? Volgens mij juridisch gezien
Kun je bepalen wie overheid is? Heeft zo'n probleem. Daarnaast heb je nog allerlei andere. Je hebt wat vind je bijvoorbeeld het kadaster, het zelfstandig bestuursraad, is ook overheid. Dat hebben we allemaal wel. Daar kun je maar achter. Ja, Er zijn heel veel omheen. Je hebt inderdaad gemandateerde organisaties, maar overheidsorganisaties kunnen ook een privaatrechtelijke rechtspersoon richten. Ja, dus zeg prima. Ja, maar ben je dan ook? Ja, ja. Dan ben je een privaatrechtelijke organisatie met een publieke taak. Ja, maar je zijn ergens. Dus iets met een rechtspersoon, daar heb je niks aan. Die zou heel blij zijn. Je gaat het probleem niet voor heel overheid in Nederland oplossen. Want ook in de energiesector en woningbouw en zo zijn heel veel private dingen die een beetje raar zijn. Je hebt ook helemaal niet nodig dat je één oplossing in Nederland hebt. Wat je nodig hebt, is wie heeft rollen en taken. Ala overheid, hè? Dus die heeft een goed gezagrol en die heeft een adviseursrol in die tweede haakketen. En dat lijstje is wel sluitend te maken en te beheren. Hè? Dat hebben we redelijk in het snortje bij de werkingtraining. Daar zit wat beheer op, omdat sommige gemeenschappelijke regelingen oprichten, daar taak aan mandateren, dat die weer opheffen enzovoort. Dus daar zit wat beweging in. Maar voor doelen VTH overheidswet is zo'n database prima te maken en ook niet super onderhoudsgevoelig. En dan denk ik, ja, dat zou ik vragen. Ja, er zit wel, er zit wel een ontwikkeling in, want wij kwamen dus zelf met die gemandateerde uitvoeringsorganisatie. Dat is inmiddels de term over de overheidsorganisatie geworden, het ORG-verhaal. En dat in feite dat bedoelt om juist naar organisaties die privaatrechtelijke rechtspersoon hebben, maar wel ergens gemandateerd om die codes te kunnen geven. Alleen, zegt Koop dus zelf ook, wij weten het niet, dus die kunnen niet vanuit eigen beweging daarvoor codes gaan uitgeven. Nee, maar je zou het hier zeggen, dit is wel ook zo'n open eind waarvan ik denk, hier zijn het bestuurlijk natuurlijk prima afspraken te maken over ja. Niet zullen die bouwen kun je dit doen, hè? Dan denk ik thuis dus bij werkingswet, iedereen is wat en daarna wie niet in deze lijst zit en er wel op wil, moet zich melden en dat er zo werk is. Dat kan gewoon op de website. Dan kun je niet groen via die lopen. Maar wij hebben een kanaal. Waar je kan melden als nieuwe gemeenschappelijke regeling en waar de dienstverlening die bouw is, de lijn bij gespeld. En je bent niet een flauwe organisatie, hè? Je kan het gewoon weer bent en weer niet weten. Ja, maar tegen wel. Maar jongens, de gemeenschappelijke regeling wordt opgericht. Daar is een opleveringsbesluit van gemeentes voor, daar is een naambesluit voor. Dus daar kun je prima vragen, lever waar je besluit, waar bestaat het leven bestaat. Ja, die. Dat is daar komt het wel goed met die codes, maar. Ja, we hadden al het voorbeeld te pakken van stel dat iemand op een gegeven moment alle wijsheid op sluit alle ziekenhuis die een ORG-code moet krijgen, krijg je in de DSO wel hele lange lijstjes met organisaties. Ja, maar dat is wel iets waarvan ik denk dat we wat ziekenhuizen dit gaan doen, dan lijkt me redelijk verder ons muziek, hè? Want als ik gewoon kijk even wat staat er verder op de rol voor je omgevingswet, waar gaat er nog meer in zitten? Ja, dan zitten daar een aantal inspecties in die erin zitten, hè? Bestaarverkeers. Ja, het is wel een beetje die wel echt interessant vind, inderdaad. Want Koop redeneert hier natuurlijk gewoon vanuit de overheid en BV Nederland. Dus in omgevingswet is het soms natuurlijk veel specifieker en het zijn overzichtelijke lijstjes. Alleen kunnen we ergens anders die filter niet maken. Dus dan zullen we toch moeten kijken of kunnen wij er kunnen of moeten wij daar zelf doen. Ja, in de volgende omgevingswet nu is het lijstje te maken. Op een gegeven moment was er bedoeld als transitie-wetgeving, maar je weet nooit of dat gaat gebeuren. Maar het idee is, maar wat er in de tweede en derde tranche zou kunnen zitten, dan denk ik best de mensen die lijstjes zijn en vallen. Dus de lijstjes met overheden op de in beeld komen, kun je ook al maken. Hè? Dus ons dus niet zoveel wat wiskunde. En ik vind het een beetje. Nee, ik vind dat ons niet zou moeten. Je zou niet moeten laten gijzelen door een discussie die een heel overheid in Nederland speelt. Dat is nergens voor nodig, zeg maar. Als het ons zit, dus wel. Ja, daarmee wil ik ook niet zeggen dat je dat. Maar het is ook een toppost. Het is weer een toppost. Alleen die man blijft hier. Ja, natuurlijk. Maar je snapt het wel. En kijk, wij zijn nu geloof ik de enige die vooraan op deze manier bij. Ja. Je moet je nou wel klopt. Je moet je er ook niet door laten gijzelen. Dus wanneer je ze weer tegenkomt en je vriend die nou voorlopig blijft het voor ons overzichtelijk en blijft het klein. Je wordt eigenlijk ook zo'n probleem niet. Nee, maar dat is dan even met z'n allen slechts een probleem niet. Nee, dan moet we kijken hoe we het doen. Oh ja, dat is ook een goede vraag. Zeker.
Ja, zijn er dan nog vragen vanuit thuis? Er wordt in ieder geval nog een vervolg aangegeven aan deze meeting. Ik denk, voorzichtig concluderend, het systeem is dat we gelijk met ook een nieuw ontwerp gaan komen, gebaseerd op de tweetrapsraket, of hoe dat dan ook ingevuld wordt. In ieder geval dat Cor geraadpleegd wordt voor de overheden, voor de bevoegde zagen, de overheidsketenpartners. En dat we bedrijfsleiding via het handelsregister naar binnen halen. Even als hele, hele platte, ruwe ideeën. Dat we dan vervolgens dat met een brede gezelschap gaan delen in natuurlijk. Ik denk niet dat het zinvol is om dit wat we nu presenteren, breed te gaan presenteren met mededeling. Dit gaat er niet worden. Ik denk dat er wel een boost kan zijn. Als er verder dan geen vragen meer zijn van de mensen thuis of opmerkingen. Het blijft stil, dan zeg ik nog een fijne dag iedereen. Dank jullie wel. Hey. Ben ik op. Hij hangt daar zo in. Je mag zo weer wat bier. Veel plezier.